Zometeen in DBC-nieuws van woensdag 11 april, het muziekfestival in Lennisheuvel, een kunstexpositie van Corrie van Es, en hoe ziet het er eigenlijk uit in de klokkentoren van de Sint-Petrusbasiliek? Welkom bij DBC-nieuws. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Jumbo Oosterhof Bokstel, Slagerij Willy Berens Liemde, Iris Kappers, de specialist in haarwerken Bokstel, Albert Heijn Bokstel, Natasha Fashion Bokstel, Bakkerij van Eindhoven Liemde, Plus van der Horst Bokstel en Tiga Health and Beauty Bokstel. Wie afgelopen vrijdag tijdens de weekmarkt goed naar de kerkklokken van de Sint-Petrusbasiliek luisterde, merkte al een verschil. Er klonk weer live muziek uit de toren. En dat kwam omdat op tientallen meters hoogte Tommy van Doren het carillon bespeelde. Het publiek op de grond kan hem niet zien. Daarom bracht DBC Nieuws een bezoek aan de Bijaardier. Ergens hoog in de Sint-Petrusbasiliek zit Bijaardier Tommy van Doren. Op welgeteld 163 treden hoogte. Zijn klanken waren vrijdag over heel Bokstel te horen. We horen het misschien op de achtergrond. De eindkeuring van de Bijaard is nu in volle gang. Het instrument is de afgelopen anderhalf jaar gerestaureerd geweest. En zoals je al zegt, vandaag is eigenlijk de eerste dag dat ik ben begonnen als bijaardier hier. Dat betekent dat ik vanochtend van 11 tot 12 een marktbespeling heb verzorgd. Dat ga ik vanaf nu af aan iedere week doen. En daarin hoor je dus eigenlijk dit instrument in volle glorie. Hè? Want het instrument hoor je natuurlijk ieder uur. Dan wordt het door een computertje aangestuurd. Maar het is natuurlijk zo, als er een mens van vlees en bloed zit te spelen op zo'n instrument. Dan hoor je alle nuances. Hè? Hard en zacht spelen, snel en langzaam. En bovendien kun je dan inspelen op de actualiteit. Bekende liedjes spelen, popliedjes spelen, klassieke liedjes spelen. Van alles en nog wat in feite. Nou, ik ben eigenlijk van opleiding organist. Ik ben hier ook organist van de Petrusbasiliek, van het fantastische Smitsorgel waar we hier hebben staan. En later instantie, toen eigenlijk de restauratie van het carillon een project werd, is gezegd van ja, we zoeken eigenlijk een bespeler. En toen is dat zo eens gesuggereerd van, goh, Van Doren, is dat niet iets voor jou? En nou was het wel zo dat voor mij dat altijd wel een beetje op de achtergrond zat. Ik denk van, nou, ik ben organist, maar zo'n carillon, ja, die techniek en dat spelen, dat sprak mij toch ook wel aan. En ja, toen was er een directe aanleiding en toen ben ik begonnen met de bijaardiersopleiding in Amersfoort. Ja, je kunt het misschien net niet horen, maar nou wordt een stuk gespeeld. Het sprookje van Jef Rottiers, dat was een Vlaamse bijaardier uit Mechelen, meen ik. Ja, dat is van die heerlijke, opzwepende, vol romantische, warmbloedige muziek. Ja, daar hou ik wel van. Dat vind ik het mooiste om te doen, ja. Hij doet het met enorme liefde en plezier. En ik sta eigenlijk vol bewondering, want ik ben erbij geweest toen hij aan het spelen was. En hij zit helemaal hoog in de toren. Hij ziet helemaal niemand. Hij weet ook niet of dat er wel iemand luistert. Maar ja, dat is het lot van de bijaardier. Van klokkenspel naar blaaskapel. Gemeenschapshuis Orion in Lennisheuvel werd zaterdag en zondag het decor voor een muziekfestival. Dit vanwege het 40-jarig jubileum van die Fürsterwelder muzikanten. In 1978 werd de blaaskapel opgericht als familieorkest. Dat was ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van oma Vorstenbos. Haar achternaam is vertaald naar het Duits, Fürsterwelder dus. Diverse blaaskapellen droegen een muzikaal steentje bij. Zaterdagavond waren er optredens van die Ulfbachtaler muzikanten uit Duitsstalig gebied van België en de Pomswengels uit Geffen. Zondagmiddag speelden de Bokstelse Red River Band, de Bokstel City Band, de Bergtoeters uit Eerde en de Wielander muzikanten uit Elshout. Het jubilerende orkest trad beide dagen op. Er was bovendien een bijzonder moment tijdens de jubileumviering. Kapelmeester Willy van der Steen, vader Koch, zus Anja van Beers en Huub en Karel de Vet kregen een oorkonde. Zij zijn al sinds de oprichting lid van de blaaskapel.
Henk van der Steen werd gefeliciteerd met zijn 25-jarig lidmaatschap. Zondag werd het tweedaags festival van die Fürsterwelder muzikanten afgesloten. De zwarte fanfare uit Aalen-Rikstel verzorgde een spetterend optreden. Rhododendrons, vlinderstruiken en heesters. Het plantsoen bij de Dino Rotonde ter hoogte van Huize de La Salle is vrijdag en zaterdag omgetoverd tot een uitnodigend stuk groen. En dat was hard nodig volgens buurtvereniging Onder de Toren, die het initiatief nam om het stuk grond onder handen te nemen. Een ochtend struikenplanten bij parkeerterrein Kloosterweide achter de woningen op Duinendaal zorgde vrijdag al voor een flinke verandering. Buurtbewoners kwamen helpen, maar ook medewerkers van hoveniersbedrijf Van de Sande Tuinen en jongeren van de Michaëlschool droegen een steentje bij. Een van de bestuursleden van Onder de Toren klopte aan bij de gemeente Bokstel om het terrein onder handen te mogen nemen. Inmiddels zijn er maar liefst 3000 struikjes geplant. De buurtvereniging zal het onderhoud van het opgeknapte perceel op zich nemen. Wethouder Erik van den Broek van de gemeente Bokstel was gecharmeerd door het initiatief. Hij verraste daarom de vrijwilligers met iets lekkers voorbij de koffie. Van den Broek moest de harde werkers echter alweer snel verlaten, maar hij beloofde om terug te komen als er geschoffeld moet worden. En daar houdt de buurtvereniging hem aan. 5 cursisten van de Bokselse schilderes Corrie van S. exposeerden dit weekend in een leegstaand winkelpand aan de Stationstraat. Het was de tweede keer dat de cursisten van S. hun werken tentoonstelden. Eerder deden zij al mee aan de kunstroute De Rode Draad. Volgens de Bokselse kunstenares smaakte dat naar meer. Hetzelfde gold voor Peter van de Weijden. Hij exposeerde weliswaar geen kunstwerken, maar is eigenaar van het winkelpand. Ooit runde hij hier een schoenenzaak, maar inmiddels staat de ruimte ongeveer 2 jaar leeg. Van de Weijden vond de expositie een mooie invulling van zijn winkel. Tegen een vergoeding van onkosten kunnen verenigingen en instellingen met ideële doelstelling er ook gebruik van maken. Dans, zang en instrumentale optredens. Talentvolle leerlingen van het Baander Herencollege in Bokstel zetten vrijdag hun beste bandje voor tijdens Let's See Action. Het was dit jaar een speciale editie. Het was namelijk de 10e keer dat de talentenshow van de middelbare school georganiseerd werd. Deelnemers kregen niet alleen een kans om zichzelf te presenteren op het podium, ook ontvingen ze daarbij luid applaus van hun medescholieren. Leerlingen van de onderbouw van het Baander Herencollege konden in de middag genieten van de eerste voorstelling van hun medestudenten. Voor ouders en andere belangstellenden stond er 's avonds nog een optreden gepland. Dit was DBC Nieuws alweer voor deze week. Wilt u de uitzending nog eens terugkijken? Dan kunt u ons ook vinden op Facebook of YouTube. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot volgende week.